vakantiekamer. Mooie lamp. 2008. Mooi. Volgens mij word je geboren, Tess. Het is een hele mooie lamp, inderdaad. Want het is een, op een gegeven moment gingen ook al die lampjes eruit kan vallen. Kan je die uitzetten? Oeh, donker. Uit. Alleen die. Er zitten ook hartjes en op. Die. Oh ja. En dit is je maxi-cozy. Je wat? Je maxi-cozy. Maxi-cozy. Nee. Dat is de maxi-cozy daar. Dat is de maxi-cozy. Speciaal in het roze uitgevoerd. Aha. Net als het behang. Oh, toen had ik nog geen tv daar. Oeh. Wat ruimte. Heel veel ruimte. Het bed en de commode. Oh. En de druppeltjes die een beetje op zijn kop staan. En bloed van papa. Wat voor druppeltjes staan? Staat een druppeltjes op behang. Er staan al wat voorleesboekjes staan erin. Oh. Heb je van Rick. Zie, je hebt genoeg ruimte. Oh, yo. Zo. Hé, hey, dat ben ik. Tessa. Dit is je broer, Rick. Hoi, Rick. Dit is Tessa, je zusje. Ze zegt... Ja, inderdaad, zeg niet zo. En Rick, wat vind je ervan? Een lieverd. Nou, ik vind jou ook een lieverd, Rick. Een schatje. Maar ik heb een beetje zweet. Oh. Ja? Moet ik dus over van jou overnemen dan? Nee. Nou. En saai dat Rick het in het ziekenhuis vond. Echt niet te filmen. Zo saai. Ook bij mij maar in zijn handen. Ja, dit niet. Zit ze niet te scheten te laten? Vanaf dag 1 al. Ja. Wel mijn dochter inderdaad. Oh ja, toen vonden we je wild. Ik ben wild. Wat een bol hoofd. Ja, dat hoort bij baby's. Oh. Nou, je maakt wel een hoop geluid. Ik leek nog niet echt op nu. Ja, je bent niet veel veranderd hoor. Oh. Oh ja, dit is best een volle uit. Met een kleverige. Het eerste eten. Lekker banaantje. En vind je het lekker? Oh, het is ineens klein. Dat is op de camping. Dat t-shirt heb jij nog steeds. Ja. Klapjes in je handjes. Oh, oh, oh. 2009. Wat is dit? Dit is in de dierentuin. Ja, dat deed je altijd. Je liep altijd weg. Gewoon niet, daar ging je. Oh, ik weet waar dat is. In de speeltuin. Oh. Wat doe ik daar? Tessa, waar ben je dan? Tessa, hallo. Mijn ondeugende blik van, hoi. Wat ben je aan het doen? Wat ben je aan het doen? Hoi. Papa. Papa. Oh. Mama. Mama. Oh. Rick. Ah. Tessa. Ah, ik vind het zo Appel. Schattig. Appel. Fiets. Fiets. Billen. Beer. Beer. Poe. Poe. Trap. Ja. Huis. School. Oh. Neus. Neus. Waar is je neus? Ah. Oren. Waar is je buik? En waar zijn je benen? Die heb je niet. Ik ben een geest. Tess heeft geen interesse eigenlijk. Oh, benen. En waar zijn je tenen? Oh, dat is levensgevaarlijk in zo'n zwembad, echt. Oh, hoe ben je daar nou vanaf? Oh, dit ook echt. Sprong je, ging je. Nog een keer! We hebben mooie crocs. Mm-hmm. Ik was dol op crocs, jij. Ja, ik had er op een gegeven moment ook Dora crocs van. Nee! Oh, nee. Nee. Rikkie zonder broek. Oh, kijk hier. Dat is een ploepsaland. Oh, nee. 2011. 2011. Oh, dat gaat ineens snel. Sinterklaas. Ja. Hoe oud was ik toen? Alleen met mama. Ik heb een taart gebakken. Met alleen met mama. Einde. Ik ging verhaaltjes vertellen. Hallo, Tessa. Hey. Zeg maar wat.
ga het zingen. Oh jee. Ja, is goed. A, B, C, D, E, F, G. Dit is een liedje blijkbaar. X, Y, Z. Oh, in de tuin. Ja, dat deed je ook heel veel. Mijn eigen pretpark. Ja, toen hebben we je tuin helemaal verbouwd. Hallo. Oh. Hey, dat is mijn nieuwe bed. Mooie bed, Tessa. Laat eens zien. Oh, stoot even je been. Vertel eens. Toen voelde ik me heel stoer, want ik had geen zijdingetjes meer. Heb je dat samen met papa gedaan? Ja. En wat hebben we allemaal gedaan? Oh, even weglopen. Heb ik een loop met papa gemaakt? Ja. Ja, je hebt goed geholpen, hè? De schroefjes aangegeven en de hamer. Oh, ja, dat deed je ook al. Wee. 2011, waar ben je dan? 3. Hoppa. Naar dat andere meisje gaat drinken. En op school, dat deed je ook eindeloos. Zeg maar wel tegen papa. Ik vind het wel grappig dat ik dit allemaal heb gedaan, maar niks meer van kan herinneren. Ja, dat bed wist je blijkbaar nog. Ja, dat bed wist ik wel nog, ja. Oh ja, skiën. Oh, dat is geen skiën meer. Dat was skiën net en dit is... Is in Blijdorp. Tessa, kijk eens naar papa. Is in Blijdorp? Ja. Zwaaien. Oh, in het zwembad. Wordt wel veel als je 3 bent. Oh ja, dan ging je met Jan allemaal aan het dansen. En vriendjes maken. Ja. Echt heel leuk. En we hebben heel veel sloepen. Heel veel. Ja. Echt heel veel. Wow. Rick zijn stem. Nee, 200.000. 200. 300. 400.000. Ja, willen jullie nog wat zeggen tegen papa? Nou, nee, niet dat. Zeg het tegen jou. Bye bye. Nee. Oh, het ging jullie skiën? Dit kan ik me ook nog wel herinneren. Dat vond ik heel eng. Ik was bang dat ik ging vallen. Oh. Maar uiteindelijk kreeg ik mijn diploma met snoepjes. Boogjes en met mannen. En het is heel erg leuk vandaag. Met Melissa. Maar Melissa zit helemaal achter. Die zit er nog. Papa. Dag papa. Oh, en skiën. Ik had wel echt een vette bril. Mr. Loverman. Waar zijn we? Ik was net zo groot als zijn been. Ja? Oh, papa was dun. Aha. Tess. En ik terug. Oh ja, dan op de aanloop. Ja, en dan gingen we naar dat kleine boerderijtje. Ja. Niet eerst kon springen. Het zo. Boom. Dag! Wat ben je aan het doen hier? Ik ben aan het gevangen nemen. Wat? Rick aan het gevangen nemen. Rick aan het gevangen nemen. Oh, spannend. Nou, doe maar dan. Je zwemt altijd onder water. Nou, we hebben heel veel paddenstoelen gevonden in het bos. Dat was heel leuk. We hebben snoepjes meegenomen uit je auto. Ik ga stuk op wat zijn hoofd. Lekkere snoepjes hoor. En papa vond ze heel lekker, omdat ze citroen waren. Ik, die is zo leuk geworden. We hebben hele leuke dingen gedaan. En het is heel erg leuk. Volgens mij is het heel leuk. Doei. Doei. Oh, de spinnetjes, dat had ik geleerd bij ballet. Die is toch daar. Doe vlucht die maar. Spinnetje. Die is toch hier, die is toch daar. Spinnetje. Aan wat? Twee sprookjes door elkaar heen. Ze zochten daar en toen nog. 2013. Dus dan ben je 5. Veel harder. Hallo papa. Toen begon ik wel een beetje mezelf te lijken. Ik heb een kurk gezongen en ik hoefde helemaal geen kurk meer om. Maar ik was heel blij mee. Het voelde me echt heel cool. Dag. Hey Tessa, wat doe je hier? In de lift. En waar ben je? In Frankrijk. En waarom heb je zo'n groen hesje aan met
Pieter er. Oh, die kan ik me ook nog herinneren. Ik zit hier op een puntje. Oh, wat leer je daar dan? Ja. Vind je het leuk? Ja. Hoe heet je? Valerie, toch? Valerie. Ja. Kijk, we zitten nu in de stoeltjeslift. Goedemiddag, dames en heren. Welkom bij... Ik was al verder. Dat was Tessa. Waar is ze dan? Zit. Oh, Alice. Moet ze wachten. Ja, ik kon honden heel goed opvoeden. Hallo. Oh, dat kan ik me ook nog wel herinneren. Hier zien we Tessa bij een hele grote oude boom. En Tessa, wat ben je aan het doen vandaag? Spullen aan het zoeken. Wat voor spullen ben je aan het zoeken? Ze gingen ook altijd in bunkers en zo. Baby. Helpt even mee met zoeken. Ja. Het is tenslotte een retriever, dus je kan alles retrieven. Ze wordt er nu wel steeds beter in. Stokken. Zoeken. Kijk eens naar mij. Wat bedoel je, Diva? Blaadjes, den appels en nog veel meer. Het heeft alles opgegeten in suiker. Oké. 3, 2, 1. Wow. Gabby! Ja, nou is Alice aan het graven geweest, maar nou is die boom omgevallen. Oh. Kijk, dit is een hele grote boom. Zo, dat is een grote boom. Grote boom. Ja, daar ga je. Nieuw. Ja. Nu mag je nemen. Boom. Dit kan ik me nog ook nog wel herinneren. Ja? Dit ook nog wel. Ja? Yo, ik begin steeds meer te herkennen. Cool. Nieuw. Ik hou per se de roze. Oh, mijn neemt aangegeven. Tessa, wat ben je aan het doen? Ik ben schreef. Nee, gevaarlijk doen alsjeblieft. Nee, je had echt nooit dit was bij de kermis was de, daarna, want ik had die eend gewonnen. Oh, daarvoor dan? Ja. Dat vond ik vroeger ook wel heel leuk, schaatsen. Nieuw. Niet vallen. Nee. Fietsen zonder zijwieltjes voor de eerste keer. Knap hoor. Oh, ja. Handbal. Die anderhalve keer dat je handbal gedaan hebt. Ik heb best vaak handbal gedaan. Ik ga weer opnieuw. Nou, knap dit. Ik ben Tessa kwijt op het strand. Dat is niet zo mooi. Ik ga even zoeken hoor. Ik loop even deze kant op. Zo. Ik ging er altijd bij zitten, omdat het te lang duurde. Ja, dat snap ik. Het gaat niet heel snel. Maar... Ik kan ook maar herinneren. Ja? Wat leuk. Springen met de Alice. Tess, wat heb je? Oh. Schoenen. Ik heb mijn moeder gezien. Wat ligt er allemaal op de grond? Papier en sokken. En waarom ligt het dan op de grond? Het is niet zo netjes van je. Wat heb je nog meer? Dit. Oh. Ben je aan het doen? Ja. Ik ben altijd al een feestbeest geweest. Mm-hmm. Filmgenie. Ik vind het hartstikke leuk, dus ik ga ook dansen. Oh, prinsessenhart is. Even niet doen, alsjeblieft niet doen. Een nieuwe bruidsmeisje special. Binnenkort op YouTube. Ah, ik was wel schattig. Absoluut. Had ik je net verteld? 2015. Wat gaan we doen, Tess? We gaan ergens naartoe waar je dit kan zien. Oh, het horse event. Helemaal niks meer. Oh nee, dat is niet het horse event. Ja, dat is wel heel gaaf. Je wil ook zeggen waar horse event staan. Daar gaan we zelfs een nachtje slapen. Ja, toch horse event.
Ja, hey, Jasmijn. Gelukkig nieuwjaar. Oh, dat weet ik nog wel. Ja, nou, gooi je het was dan de dag voor oud en nieuw. Want toen gingen we samen oud en nieuw vieren. Oh. Maar het horse-event is altijd in september, dus... Tel maar. Ik ben mijn eerste pannenkoek aan het maken. Joehoe, niet te vroeg, jij. Een bakker ben je dan. Ja. Nou, in een eigen pannetje. Hey, Tess. Hier begint het paardrijden. Moet ze nou zonder zweep rijden? Nee, ze moet helemaal niks. Oh. Ze wil handschoenen. Ik zeg, nou, dan moet je kunnen paardrijden. Hoezo dat dan? Paardrijden doe je met je benen en niet met een zweep. Oké, okay, hallo dames. Oh, dat is zelfs helemaal in kleur. Ja. Wat zijn jullie hier aan het doen? We zijn bazenbananen aan het verkopen voor 10 cent. En wat gaan jullie met het geld doen? Dat weten we nog niet. Je speelde heel veel met Jasmine, weet je dat nog? Ja. Nou ja, dan is dit de hele winkel. Oh ja, dat weet ik wel, ja. Helemaal vol met allerlei spullenboel voor de waterballonnen. Nou, zeg maar dag dan. Of ik zou eerst zeggen wat ze moeten doen. Een waterballon kopen en het kost 10 of 20 cent. Mag ze zelf kiezen? Nou, gewoon het geld wat ze kwijt willen. Oké, okay, nou zwaaien jullie nog? Doei! Zo dames, wat gaan jullie doen? Paardrijden. De hele dag? Nee. Wel toch? Van 11 tot 3, dat is toch 4 uur? Ja. 4 hele uur. Dat is wel lang hoor. Ja. Toen was je een klein kind, ja, was je 7. Ja. Jullie hebben rijlaars aan. Ja. Nee, jullie hebben je rijbroek aan. Dit is het laatste plaatje. En die plak ik... Het Freek van Boek. 1-0. Even vrij, natuurlijk. Wacht, heel even. Huh? Mijn kledingkeus was geweldig. Ik vind het echt leuk. Jij niet? Amazing. Nee? Morgen op YouTube het paaskonijntje. Oh ja, dit kan ik me ook nog wel herinneren. Ik kwam nooit alleen. Oh, ja, dit zag ik laatst staan met Luana. Toen heb ik het ook naar haar toegestuurd. En het is maar 5 jaar geleden dit. Oh, leven is gevaarlijk, joh. Nou, jongens en meisjes, welkom 2016. In de les. Ga allemaal lekker zitten. Oh, een spreekbeurt. Vandaag gaan we weer over Alice. Ja, oefenen, doen. En vandaag is aan de beurt Tessa. Dus hier is Tessa. Woehoe. Nou, mijn spreekbeurt gaat over Alice. Alice de flatcoat, de gever. En ze rent veel. En dan gaan we nu beginnen. Inhoud, dat is alles over wat ik jullie ga vertellen. We beginnen met wat is een flatcoat. Daar beginnen we dadelijk mee. En daarna de stam. Oh, Stella! Met mij 2017. Ja, ah. Ik heb nu bedacht dat ze gaat draven. Yeah. Op zich wel grappig. Ik loop op een pad zo. Sterren luisterde altijd naar mij, niet naar jou. Dat vond ik zo grappig. Ja, klopt. Toen waren Sterren en ik een stukje verder gegaloppeerd. Dan roepte mijn moeder mij en dan kwam Sterren en ik keihard op haar afrennen. Ja, precies. Op de boot. Nou. Tess is Sterren aan het poetsen. Ik zeg, je moet er wel warm houden, want het is geschoren en het is 0 graden. Ja, nou, dit was niet helemaal wat ik bedoelde, maar... Ik had nul, dat is niet normaal. Het is wel warm. Geen hele taart, maar ze heeft wel cupcake met kaarsjes. Dus ze wil graag dat iedereen eventjes kaarsloosheid uitblaast. Pas op! Havoe! Kijk voor zes! Pas op! Hatsjo! Nee, niet doen, alsjeblieft! Woehoe, gefeliciteerd! Gefeliciteerd! Ja, kan je nu kaarsjes weghalen? Ja, ik vind dat even heel doen, want dan kan ik mijn cakeje opeten. Ik heb een keer een kaarsje afgehaald, omdat het deed pijn. Stipster. Die kennis maken met de waterbak en allebei denken, nou, weet je wat? Vandaag gaat het niet. Zo, de dag van de clinic is voorbij. De auto is ingenomen. Een Toyota? Het huurautootje. Oh. Huurauto. Dus ik denk dat ik maar hier blijf en dat zij dan naar huis gaan zo, saampjes. I like the flowers, I like the daffodils, I like the mountains, I like the green hills, I like the firestones, I like to walk alone, do what I do, what I do, what I do, what I do, what I do. Oh, dit was hem.
Wat is er aan de hand? Vertel jij het maar. We zijn in België. Oh, de paspoort. Nou, in het Belgisch België. En voor de alle Belgische kijkers. Zo, ik ga Belgisch praten. Ja, dat was alweer genoeg. Vertel nou maar wat er aan de hand is. We gaan op ik vind mijn zonnebril trouwens wel echt heel cool. Is die? Nou, het is zo dat sterren overgeschreven moesten worden. Oh ja, dan gingen we naar een Bixie dag. Geëxporteerd moest worden naar Nederland. Daar moet je allerlei formulieren voor invullen en dan moet je allerlei dingen. Ja, want ik wist het allemaal. Dus ik deed allemaal meeknikken, want ik wist alleen het. Voor de Bixie heb je natuurlijk wel paspoort nodig, want anders mag je niet met je pony rijden. En de paspoort ligt hier. Ja. Nu is het vandaag maandag. Als we nu nog opsturen naar Nederland, heb je kans dat het te laat aankomt. En dan kunnen we dus niet met sterren naar Bixie. En als het dan nog later aankomt, kunnen we ook niet naar Jill. En als het dan nog later aankomt, kan Kim ook niet springen met haar op de Oranjehoeve. Dus wij zijn er wel. 2018, belletje. Wat als er met mijn broek gebeurt? Diep aan het niet. Ze zijn eerst aan het oefenen met vies. Blokstappen. Ik was moe. 2019. Het is nou niet zo lang geleden. Goedemorgen. Nee. Goedemorgen. Dus... 4:00 ochtends. En we gaan naar Zwitserland. Halen. En van die hele grote... Moorkoppen. Oh nee, Koningsdag. Oh, de zak. Vandaag zijn we niet alleen. Vandaag ben ik niet alleen. Oh, dit was groep 8. Samen met Ricky. Yo, yo. Wat ben je aan het doen? Sup, homies. Hoe gaat het in de hoek? Wow. Wow, wow. Yo. Wow. Wij gaan de kast kijken. En de bukas lag gewoon daar. Mijn hand zit ervoor. Oh, wow. Maar ik zit hier. Oh, de luisteraar staat met Jacob. Met de laptop. Ik heb net een switch stiekem erbij. Oh. En dan de laptop. Zo. En dan de livestream zo. Hier. We zijn al live. Nee. Oh, ik schrok al. Maar ik... Oh, dan ga je oefenen. Ik weet ook niet wat ze aan het doen is. Iets met een stokpaardje en bakletters. Wat ben je aan het doen? Op Leila's paard. Oh. Oké, succes. Ja. Ja, ook je kind kan je hier gewoon loslaten. Ja, volgende, kom. Dit was in België, toch? Ja, want het was met die Parijs. Vakantie. Nee? Nee, ja, oh jawel. Ja, in Parijs. Oh, oh, oh jee. 2020, vorig jaar. Vrijdag. En ik was gisteren helemaal vergeten te vertellen hoe, hoe ik vond dat mijn spreekles is gegaan. Maren! Is het nu raar als ik dat schudden ga doen? Nee hoor, ik sta er al vast. Ja, inmiddels zit de broek onder. Pony eet gras. Die kibbeling was wel echt lekker. Ja. Oh, dat was met de Christmas. Ja. Dat is nog helemaal niet zo lang geleden. Nee, dat klopt. Nou Tess, wat vond je ervan? Zo jezelf 13 jaar lang. Ik vond dat ik door de jaren heen wel heel erg ben veranderd. Oh, ik vind je nog precies hetzelfde. Ik ben dezelfde. Dezelfde persoon gebleven. Ja. Maar ik vind wel dat mijn bolle wangetjes inmiddels een beetje beginnen te verdwijnen. Ja, maar dat is kinderhoofd. Kinderen hebben altijd wat bolle wangetjes. Bijna alle kinderen hebben bolle wangetjes. Is dat ook de bedoeling? Ja, volgens mij heeft dat te maken met dat volwassen mensen je dan aandoenlijk vinden of zo. Ik weet niet. Maar dat is in ieder geval biologisch bepaald. Ik vond het in ieder geval heel leuk om jou 13 jaar lang zo achter elkaar te zien. Ik ook. Het is ook weer een keer iets anders. Want ik heb nu mezelf ook zien opgroeien en dat is ook best grappig om te zien. Ik ben wel altijd heel vrolijk en heel vrolijk geweest. Je was altijd een blij kind. Ja. Ik lag eigenlijk heel tot sterren. Pas na toen sterren kwam te overlijden, toen is er een stukje vrolijkheid verdwenen. Toen zag ik dat het leven ook nadelen had. Ja. Maar gelukkig ben je altijd ons blije zonnetje gebleven. Dus ik vond het helemaal leuk. Ik ook. Als je denkt van nou, ik wil Tess ook nog even feliciteren, doe het dan hieronder in de reacties. En dan tot de volgende keer. Doei! Doei.